paar dingen en die hebben allemaal te maken met Valentijn. Je kan het maken of gewoon kopen of opblazen. Maar ik heb hier het liefdesisboekje. Deze heb ik allemaal, nou, dit allemaal heb ik allemaal bij de Action gekocht. Ik ga hem nu openmaken. Liefde is. Zweren dat je elkaar trouw blijft. En daarvan staan nog veel meer leuke dingen in het boekje. Dus het is zeker leuk. Maar deze heb ik nu natuurlijk niet nodig, want ik kan er niks mee maken. Dus deze leg ik even aan de kant. En dit is ook een super leuk tasje. Daar kan je allemaal leuke spulletjes natuurlijk in doen. En daar kan je ook iets in doen wat ik straks ga maken, maar nu nog niet. Ik heb hier een party popper. Maar wat ik daarmee ga doen, dat ga ik nog niet vertellen. Dan moeten jullie nog maar even blijven kijken. Ik heb hier drie lijm. Dan denk ik dat jullie al denken wat ik ga maken. Nou, ik ben tenminste benieuwd. En ik heb hier allemaal leuke lintjes. Op dit lintje staan bijvoorbeeld hartjes. Dan hebben we ook nog twee kleuren roze. Een hele mooie lichtroze en een donkerroze. Maar die heb ik niet nodig. En ik heb hier een heel leuk doosje. Daar kan je ook iets in doen. En ik heb hier twee verf. En dat is ergens voor, maar ik denk dat jullie natuurlijk al weten waarvoor dit is natuurlijk. Ik heb hier nog twee blikjes. In deze zitten snoepjes. En in deze zit een soort, ja, pomponsnoepjes. Ik denk chocola. En hier ga ik dan het instoppen. En ik denk dat ik het ook even ga proeven om natuurlijk goed te keuren. En ik heb hier nog lenzenvloeistof en allemaal soorten glitter. En ik heb hier een heel leuk hart. Daar ga ik iets opmaken. En dat doe ik met iets speciaals. Alleen dat laat ik ook ietsje later zien. Dus die leg ik ook aan de kant. Hopelijk dat het niet opvalt. Ik heb hier nog drie dingen voor me. Het zijn eigenlijk drie dezelfde dingen. Dat is dit. Dit zijn drie hartjes ballons voor de 90 centimeter, je ziet me zo niet meer. Alleen, ik ga het niet mijn mond oppompen. Maar gelukkig, nou eigenlijk opblazen, maar gelukkig heb ik een pomp! Zelf vind ik het een beetje eng, maar ik ga het toch doen. Ik ga wel voor de lichtroze, want die vind ik heel mooi. Ik ga ze niet alle drie opblazen. Die leg ik even aan de kant. Ik ga hem openmaken. En ik zie nu al dat hij echt heel groot is. Oeh, daar ging die bijna. En daar ging dat. Nou ja, die hebben we natuurlijk niet nodig. Ik heb hier dat ding. Oké. Vind ik dit leuk? Dit is eng. Maar oké, hij is nu bol. En ik heb natuurlijk wel... Er zit een gat in. Beetje jammer, Action. Ik heb er even mijn plakband doorgebracht, want hij was dus kapot. Hij lijkt me een beetje op een kat, maar dat moet natuurlijk niet worden. En ik kwam net achter dat... Waar is de hart? Waar is het hart? Ik ga... Moet ik hem nog verder oppompen? Nou ja. Oh, later. Ik kan het niet. Verder is iedereen veel beter, dus... Ik heb er geen zin meer in. Op naar de volgende. Laat maar, ik ben er niet goed in. Op naar de volgende. Ik heb hier deze twee natuurlijk hartjes. Daar zit snoep in. Dat ga ik nu proeven. En daarna ga ik er wat in stoppen. Ik begin wel met deze. Oké, hij is nog geplakt. Dus ik haal het plakbandje er even af. Als je eraf... Ik probeer het wel zo. Ik denk toch dat ik met deze ga beginnen. Woe! Ik heb hier alvast één.
Jelly bean. Lekker. Mam, wil jij dus misschien proeven? Ben benieuwd wat je van vindt. Ze vindt hem lekker. En ik heb hier, dit is wel te veel ei. Ik heb er dus twee van deze bakjes. Daar ga ik slijm in doen. Maar ik heb nog even slijm, dus wat ga ik nou maken? Wat heb je nodig voor Valentijnslijm? Want dat gaan wij natuurlijk nu maken. Je hebt natuurlijk lijm nodig. Wij gebruiken een snufje baking soda. Die zet ik even hier. We hebben lenzervloeistof nodig. En natuurlijk voor het kleurtje verf. Je hebt glitter nodig. Een lepel. Maar wij gaan niet zomaar Valentijnslijm maken. Nee, wij gaan het toch echt schermen doen. Want wij doen het met een partypopper. Van Valentijn te staan. Allemaal hartjes op. Daar beginnen we natuurlijk mee met de lijm. Ik ga de andere twee er ook even in stoppen. Nu een snufje baking soda. De vorige keer heb ik heel veel baking soda gebruikt. Maar ik wou toen ook... Oké, dat is gewoon niks. Ik wou toen ook wat stugger slijm. En als je stug slijm wil, moet je natuurlijk lekker veel baking soda. Ik ga nu even proberen. Nou, ik denk wel iets meer, want er zit bijna niks in. Yeah. Nou, ik denk dat ik nu verder ga met de lenzen. En daarna met, ja. Oké. Oké, nog wat meer. Ik zie wel al wat gebeuren, maar echt heel weinig dus. En roeren. Lalalala. Ik denk... glitter. Welke kleur wil ik? Ik wil wit. Nee, roze. Roze. Natuurlijk, bij de glitter is niet genoeg. Lekker veel. Nou, dit heb ik alvast. Wow. Nou, ik ga maar roeren. Wow. Ik ga even aan deze kant, hè. Want anders wordt hij nog vies en zie je straks niet meer. Kijk dan. Allemaal glitters. Ik denk nog wat meer glitter, maar ik denk dat ik er nu wat wit en zilver bij ga doen. Een beetje voor, ja, dit wil ik. Kom maar uit. Kijk, nu wordt het een soort, ja, hoe moet het? Ik wil echt een soort, ja, ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Metallic eigenlijk, zoiets. En dan nog een beetje zilver. Ga ik maar voorbij? Nee. Oeps, een Oké, ik vind dit echt heel mooi. Alleen het is nog niet echt
aan elkaar. Dus ik ga nu de linsvloeistof. Maar we moeten straks natuurlijk ook nog de pineapple erin doen. En ik ben daar een beetje bang voor. Ik ga weer verder hoor. Ik heb wat lenzenvloeistof bijgedaan. En ik denk dat hij nu al een beetje aan het pakken is. Want hij wordt slimy. En nu ietsje meer. Want hij bindt nog niet heel goed. Even kijken. Hij is wel heel glitter. Ik ga nog wat. Nou ja, een beetje slug slijm maakt niet uit. Slimy! Oeh, hij staat bijna op mijn neus. Lekker linzenvloeistof. Het lijkt net of ik een soepje aan het maken ben. Ja, dit. Dit wordt slijm. Nog een beetje, want hij plakt nog heel erg. En horen jullie dit geluid? Het wordt echt heel grappig. Hoe? Oeh. Hij is een beetje plakkerig, dus nog wat lensvloeistof. Lekker veel. Dan krijgen we lekker slijm. Slijm. En slijm. En lacht. Horen jullie dat geluid? Ik ga ietsje meer. Ik ga even het op mijn handen doen. Want ga ik lekker kneden. En knieden, 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 knieden. Oké, ik ga dat even van de lepel afhalen. En dan ga ik verder met mijn handen. Nou ja, hopelijk plakt hij niet aan de tafel. Oeh. I love this slime. Oeh. En nu? Ik hou zo erg van dit slijm. I love it. En ik heb hier een doorzichtig bakje. Daar stop ik het in. Kijk bij een volgende Valentijns video voor het confetti Valentijns slijm. En deze is echt geslaagd. Doe een duimpje en vergeet mijn volgende video's. En niet te abonneren, hè. En vergeet me ook niet te volgen op Insta. Bye, Joe, Griekse IT. Doe het duimpje en vergeet niet te abonneren. Hier. Doei!